Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters. gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met. Esther Koeman. De vanzelfsprekendheid van vandaag is morgen misschien onlogisch. Zij laat herkenbare dingen zien die ze conditioneert tot een subtiel beeld met een nieuwe betekenis. En hierdoor kunnen alledaagse fenomenen hun vertrouwde verschijningsvorm verliezen. Zij is kunstenaar en verhalenverteller. Neemt ons als kijker mee in een wereld van verrassingen en verbazing. En laat ons soms vertwijfeld achter. Dit verdient enige uitleg. Nou, dank je wel. Ja, uh, vertwijfeld achter. Het zijn allemaal. Uh beelden die ik laat zien, maar elk beeld. Wat en niet in de letterlijke vorm van beeld? Nee, nee. Het, zijn, het zijn vaak of fotografie of 3D-werken of installaties of nou, mixed media. Het kan van alles zijn, maar elk ding wat ik maak, daar is over nagedacht en er zit een verhaal achter. Um, en als je daarnaar kijkt, kan, kan je de indruk hebben dat je denkt van hé, hey, ik weet wat ik zie, maar daar zit toch een onderliggende betekenis vaak achter. En als je dan verder kijkt, dan denk je misschien, hé, hey, het is misschien toch anders dan ik dacht. Dus dat is wat er met je gebeurt. Ja, wat ik miste in jouw, jouw uh, beschrijving van jezelf of door anderen, is je filosofische beschouwing. Want eigenlijk is dat elk werk van jou is een beetje filosofisch. Maar we gaan nog even terug naar je. Naar je leven, want je bent een duizendpoot. Je was programmeur, nucleair laborante, werktuigbouwkouw... Werk... <laughs> Werktuigbouw, moordevakschool, grafisch vormgever... webdesigner, art director en gastouder. Je woonde vervolgens in Portugal en Pakistan. Maar wanneer ontstond jouw kunstenaarschap? Eigenlijk is het er altijd al een beetje geweest vanaf de Rietveld Academie ben ik altijd toch aan met fotografie bezig geweest. Rietveld is Rietveld, hè? De Rietveld Academie, ja. Uh, maar ik heb een hele tijd gewerkt in de mode en als stylist. Ook voor verkerken. En toen begon ik eigenlijk een beetje interesse te krijgen voor fotografie. Eigenlijk wat ik normaal nooit zo deed. Uh, ik heb een camera gekocht. Uh, ik hoe oud mijn... was je toen? Jeetje, hoe oud was ik? Ongeveer, ik denk dat ik een jaartje of 25 was. Ik was al best wel laat. Oké. Okay. Uh, tijd gewerkt. Ja, moest, moest brood op de plank komen. En uh, mijn man, die ging naar het buitenland. Ik ben uh, op een gegeven moment achter hem aangegaan. Met mijn camera. En daar ontstond het. Daar ben ik eigenlijk gaan, gaan fotograferen om me heen. Uh, mensen observeren. Uh, verbindingen aangaan met mensen. En uh, dat vond ik heel fijn. Dat nam ik mee in mijn rugzakje, weer terug naar huis. Want ja, ik kon daar niet blijven. Uh, ik ben toen alleen in Nederland gekomen. Mijn man bleef achter. Uh, en ik heb daar uh, eerst naar werk gezocht. En toen kwam ik in de grafische sector terecht. Heb ik een grafische opleiding gedaan. Uh, en daar kwam natuurlijk die fotografie in samen. He, bij het vormgeven gebruik je dat. En dat vond ik echt waanzinnig leuk om te doen. Uh, ik merkte al gaandeweg dat ik eigenlijk het overleggen met mensen, het mensen prikkelen en het mensen uh, op weg helpen, dat dat Ja, maar, maar dat is makkelijk gezegd. Je hebt het nu over, laten we maar even zeggen, fotomodellen. Hè? De modellen die jij uitkoos om te fotograferen. Nou, ik kies geen modellen uit. Het is, het is, ik, ik fotografeer het leven zelf. En krijg je dan contact met degene op de foto? Bedoel je dat? Nee, nee. <laughs> nee. Ik, ik fotografeer het moment zelf. En dan, uh, ja, soms is, heb ik een lachend iemand in mijn, uh, in mijn foto en soms ook niet. Uh, en daar heb ik verder geen contact meer mee. Dat is dan dan is, het, is het op de plaat gelegd en het, is, en het is klaar. Maar later ben ik het inderdaad gaan sceneren. Dat, dat werd pas later. En dan ging ik, ik begon met inderdaad met. Met mijn kinderen, met mijn kleine kinderen en met vriendinnen ervan en vrienden. En um, dat is de serie Play geworden. En dan zie je eigenlijk het speelse van het kind. En uh, dat is eigenlijk mijn allereerste echte geanceneerde uh, serie. Daarvoor had ik een andere serie gemaakt. ging over. Uh, over uh, het, het ouder worden. Wat blijft er nog over als je ouder wordt? Ja, je bent 100. Wat is er dan nog van je leven? Wat is er dan nog waard? Wat heb je nog? Uh, ik heb toen uh, mijn overleden uh, oma gefotografeerd. Die had een klein tafeltje van 1 bij 1 vierkante meter. En eigenlijk lag haar hele leven lag op dat tafeltje. Dus ik heb van, vanaf het plafond met de camera. Tegen het plafond gedrukt, naar beneden gefotografeerd. Uh, precies dat vierkante tafeltje waar alles op lag. Dat werd voor haar de rouwkaart. En, mm, en iedereen, uh, alle familie, vrienden herkende die herkende dat. dat. En die zei: Ja, zo was ze. Dat is, dat is zij. Maar die serie play, want uh, je, ik kom het woord verhalen de fotografie tegen, maar dat krijgt ja. nu steeds meer body. Ja. Um, en de serie Play. Hoe heb je die dan... Uh, kijk, want je kan een fotoboek maken. Maar dat is niet wat jij doet, hè? Nee. Jij maakt series. En schrijf je er dan teksten onder? Of laat je de foto's voor zichzelf spreken? Ik laat liefst de foto voor zichzelf spreken. Uh, en uh, in het geval van de serie Play heb ik ook de, de figuranten... of de mensen die ik gefotografeerd heb... heb ik laten kiezen wat ze wilden doen. Om het speelse, zeg maar, erin te krijgen. Geef ze een voorbeeld. Kun je het nou ja, dat, visueel maken? Ik heb voor een, ons? een foto van een van een van een vriendinnetje. En die was nog heel jong. En die was echt, die was, die was zo uitzinnig. Die deed allerlei gekke dingen. En die ging de jas op een gegeven moment achterstevoren aan doen. Ja. <laughs> Toen dacht ik, dat is het. Ga ik doen. Ga staan. Ik neem je zo op de foto. En uh, dat is echt een pareltje. Ja, ja. ja begrijpelijk. Um, maar inmiddels maak je gemixte technieken, installaties en je gebruikt nieuwe en oude ambachten. Daar wil ik eventjes even op terugkomen, want dat woord gemixte technieken, dat komen we ongetwijfeld nog een keer tegen. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik zal, beg ik zal beginnen waarom ik daar een verandering in heb gemaakt. Want op een gegeven moment had ik allerlei exposities. En nou ja, je weet als, je, als kunstenaar sta je vaak even een beetje naar achter. En dan ga je verhalen luisteren wat mensen vertellen over je werk. Nou, soms is het echt fantastisch. Maar ik hoor ook heel vaak: ach, het is maar een foto. Ach, meen je dat nou? Ja, dat gebeurt echt heel vaak. En dan denk ik, ja, mensen vergeten eigenlijk hoeveel tijd en energie erin gestoken wordt. om zo'n foto te maken. Soms ben je gewoon een halve dag tot een dag bezig. om dat ene plaatje te krijgen. Um, en toen dacht ik, ja, weet je ik kan eigenlijk nog veel meer. Het is wel zo. Um, ik, ga, ik ga wat andere dingen proberen gewoon. Ja. Ja, foto's knippen of, of, of iets anders te meedoen of een object maken en daar weer een foto van maken. Dus, en zo ik werd gaandeweg kwam er een, 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 een verandering... in mijn manier van werken. Ik heb bijvoorbeeld een serie gemaakt over uh, toetjes... Hele kleine toetje's gemaakt. Het heet From the Dutch Mountains. En die, to en die toetje's die hebben ook de kleuren rood, wit, blauw. <laughs> Zelfgemaakte gemaakt. Zelf toetje's, echt waar. En die heb ik gefotografeerd met, kleine, uh, met het licht van kleine fietslampjes daarachter. Uh, en die heel groot opgeblazen. En dan denken mensen: wauw, het lijken wel stenen. Ja. ja. Maar het zijn eigenlijk toetje's. Oké, okay, maar dat waren nog steeds foto's. En dat waren nog steeds foto's. Ja, en later ben ik gaan, uh, maar, maar wel foto's gemaakt van objecten die ik zelf maakte, dus niet meer van personen. En later ben ik steeds meer objecten gaan ge gebruiken om dat te, te ver, ja, mixen. En mixen, technieken, betekent, betekent eigenlijk dat je allerlei vormen van uh, materialen gebruikt, maar ook allerlei vormen van uh, toepassingen. Dus je kan bijvoorbeeld tekenen, je kan fotograferen, maar je kan daar ook uh, objecten gewoon zeg maar samen iets mee maken. 2D, 3D, 2D, 3D. 3D. En 3D werd groter en groter. <laughs> ja. Heel erg groot. Totdat Gaan ik ook installaties we... ging maken. Dus het was, ja, dat, dat groeide. Leuk. Ja. En die gemixte technieken zijn voor jou ook een, een, een uitvinding geworden, hè? Nou, haar uitvinding wil ik het niet. Nemen. Nee, ik bedoel, al die verschillende materialen die je gebruikt. Dat dit heb je toch allemaal uitgevonden? Ja. Ja, neem nou die if then. Zo heet dat nummer. Ja. <coughs> Sorry. Um, uh, stel je voor dat, om het even vrij ja. te vertalen. Nou, dat. Je vertelde me daarnet, net en ik vraag om het nog even te herhalen hoe je dat doet, maar dat is toch niet iets wat iedereen doet. Het is nee. echt een uitvinding van je. Ja, if then dat is ja, uh, yeah. if dat komt ook eigenlijk uit de uh, computerwereld. Dat klinkt misschien gek. Ja. Ik heb natuurlijk een tijdje ook computerprogrammeren gedaan en dan weet ik als je in, uh, in computertaal uh, allerlei uh, um, Codes invoert, heb je bij if, dan gebeurt er wat. En then gebeurt er wat. Dat zie jij niet. Dat zit ergens achter in je programmeertaal, achter je beeldscherm. Dat zie je niet. Maar dat zit onderliggend in een programma. If-then heeft dan ook een soort dubbele betekenis. Dus aan de ene kant, je kiest if iets te doen. En then is wat er gebeurt. Ja. Ik heb daarvoor materialen samengezocht, omdat het een beetje uh, um, omdat het een beetje ongrijpbare uh, uh, termen ook zijn. Heb ik ook ongrijpbare vormen daarbij gekozen. En, een soort, uh, en wat je ziet bij die serie is eigenlijk, uh, het zijn een soort ronde vormen. Die spiegelend zijn, spiegelend blauw. En die zitten met andere vlakjes eronder. En die vlakjes zijn gemaakt van PVC. PVC is materiaal wat je gebruikt in de bouw. Uh, en die PVC-lagen heb ik uitgegutst. En dat is iets wat denk ik nog niemand heeft gedaan, zo met PVC. Nee, <laughs> dat heb ik inderdaad wel uitgevonden. En daar heb ik uh, epoxy over gegoten. En als je dan die kleine rondjes ziet, het zijn net uh, een soort botjes. Uh, wat je hè, een soort waar een botsysteem, uh, waar, je, waar je iets mee kan bouwen ja, en ja, ja dat vind ik daarmee ook. leg ik eigenlijk ook de link if then is ook een systeem je bouwt het als stukjes in elkaar en je ziet ook die vormen in elkaar gaan vloeien en ze hebben ook allemaal wat met elkaar te maken ja en dus die, die daar kleur komt die kleur vind ik zo mooi nou, die heeft gewoon wel. geen naam nog hè nee nee ook weer zoiets. iets je website. Want daar kun je hem op zien. Ja. Wil je me even noemen? Ja, mijn website isercolman.com. Die heb ik zelf gebouwd. <laughs> ja, dat ja is, uh, <laughs> computer. Uh. En uh, ja, nou ja, niet, niet super fantastisch, maar goed. Het, het is mooi. Ja, en het werk staat erop. En en je kan het werk vergroten. Je kan er op je gemak naar kijken. Ja. We komen daar straks nog even op terug, want. Ja. Um, Stel voor dat er mensen zijn die zeggen: maar ja, maar dit wil ik zien. Ik begrijp er niks van, dus nu wil ik zien waar ze het over heeft. Dus dan is het www. Esther met een H Esther ertussen th. Koeman en dan uh, .nl. Nee .com. .com pardon. <laughs> Zie je wel? Je moet hem nog een keer noemen, direct. Ja. Um, En je gebruikt nieuwe en oude ambachten. Ja. Oude ambachten vertel. En ja, gutsen. Dat is een oude ambacht. Oh ja, natuurlijk. Zagen. Timmeren. Ja. Uh, ja, solderen doe ik ook. En een nieuwe natuurlijk, uh, ja, computertechnieken. Dus ik, ik werk ook met Photoshop en uh, dat doe ik ook. Ja. ja, wat gebeurde er, of wat veranderde eigenlijk uh, in jouw leven met corona? Oh, dat is een nare periode. Ik heb, uh, ik heb COVID opgelopen in de eerste fase. Uh, en toen dacht ik... Nou ja, het gaat wel weer. Maar ik mocht, ik mocht toen nergens terecht. Ik mocht niet eens naar de huisarts. Ik mocht uh, nee, niks. Je mocht niks, nee. Maar ik heb het heel heftig gehad. En uh, toen dacht ik, ik kom er zelf al bovenop. Ik had een nieuwe baan, uh, wilde ik beginnen. Bij Kool als coördinator. En uh, dus ik kwam daar, nou, ik denk nog een maand daarvoor, voordat het zou beginnen. En toen dacht ik, op een gegeven moment, ja, maar waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Het gaat niet goed. En um, ja, toen heb ik nee gezegd. Ik zeg, ik moet een ander traject in. Het werkt niet. Het werd natuurlijk niet. Vonden ze niet leuk? Dat snap ik wel. Maar uh, ja, dat, dat heeft wel heel veel met mijn leven gedaan. En in die tijd heb ik ook wel kunst gemaakt. Onder andere uh, Adapt. Dat is een, een, een foto van een hele grote bel die in de lucht zweeft. En als je die ziet, is het net een dubbel gevouwen long. Met een soort verbinding ertussen. Maar dat, dat heeft heel veel met me gedaan. Ik ben er nog steeds niet vanaf. Ik heb long-Covid. En uh, ja, daar heb ik mee te dealen. Ik heb het uh, geaccepteerd voor zover het kan. En uh, ja, leuk is het niet. Nee. Mijn hele omgeving uh, die, uh, ja, die heeft daar natuurlijk ook moeite mee. Familie. Vanwege de vermoeidheden en ja, zo? Dus. Ik kan een hele hoop dingen niet meer. Hmm. Nee. Ik zou heel graag weer willen werken. Uh, ik, nou ja, ik ben wel begonnen met wat rondleidingen geven bij Museum Kranenburg. Doe ik dat. En workshops, dat vind ik heel erg leuk. Ik ben nu gevraagd om uh, examinator te zijn uh, bij een uh, eindexamen voor het VWO. Om, uh, om uh, te oordelen. Vind ik ook heel erg leuk. Maar, maar het zijn allemaal, allemaal kleine klustertjes clustertjes, ja. Ja, ja, ja. Op zich prima hoor. Want ik zie wel dat ik... Uh, ik kan sowieso al meer dan twee jaar geleden. Oké. Okay. Uh, dus ik zie wel vooruitgang. Maar uh, nou ja... Ik, voor het kunstenaarschap is het soms wel erg onhandig. Want je kan niet altijd naar openingen en niet altijd bij grote gezelschappen. Want ja, dat kost gewoon te veel energie. Maar over jouw kunstenaarschap heeft het uh, geen schade ja. geworpen. Dat, dat, Gelukkig dat is er niet. nog steeds, ja, precies. Nou, moet je, moet je luisteren. Ik, ik vraag de mensen even met me mee te denken. Uh, een zuil. Weet u wel waar je normaal een plant op zet? Maar hier staat een fietsstuur op en daaraan zijn tien stuurspiegeltjes vastgemaakt. En in die spiegeltjes zie je jezelf. Ja. En wat is de filosofie achter, dat, achter die installatie? De installatie heet DER. En een DER uh, met de EA van Lieve. Lieve wat. Maar als je het zo ziet, is het ook een soort gewij van een deer, een hert. Ja, ja. Dus, nou het zegt. Ja, <laughs> dus dat is het idee. Maar waarom die spiegeltjes naar jezelf? Nou weet je uh, waar het om gaat? Dus we racen allemaal met z'n allen gewoon door de maatschappij, door, door, de, door de wereld met, met, een, met een vaste blik. En we gaan echt heel snel. Vandaag een, een wielrenstuur. Maar eigenlijk kijken we niet goed om ons heen. We zien eigenlijk onszelf. We vergeten wat er om ons heen is. Om een voorbeeld te noemen: ik zie iemand met een mobiel in de hand. En als je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk niet meer wat er om je heen gebeurt. En dat is waar het een beetje voor staat. Wat is ons lief? Is dat wat er om ons heen gebeurt? De aandacht die we aan iemand geven, of de aandacht aan de natuur? Of is het jezelf? Hmm. Ja, dat is wel. Uh... Het is een beetje zwaar misschien? Nou, nee. <laughs> <laughs> het is natuurlijk altijd vervelend als je jezelf de spiegel voorlegt ja. voor de set. Ja. Maar in dit, keer, in dit geval zie je jezelf tien keer. Ja, kan je nagaan. Nou je kan er niet meer onderuit. Vijf vingers aan de ene kant, vijf vingers aan de andere kant. En nou kost het moeite om, om <laughs> heen te kijken. <laughs> Je werd uh, uit 2200 aanmeldingen gekozen voor een grote expositie bij Museum de Fundatie. Ja. Met welk kunstwerk? Uh, ja, het is, uh, het is een heel groot werk, een grote ronde bol. Hoe hoog is hij? Hij is 1,40 meter 40 hoog, 1,40 meter 40 breed en ook 1,40 meter 40 diep. Zo. Het heet Binding Borders. En Binding Borders, nou ja, misschien zeggen we verbindende, verbindende grenzen. grenzen. Uh, zegt het eigenlijk al een klein beetje. Want we zijn allemaal met elkaar verbonden. En als er één stukje uitvalt, dan stort hij in. in elkaar. Ja. En in dit geval ook letterlijk, want hij is gemaakt van 96 uh, gevaren driehoeken die je achter in je auto hebt. Die je normaal langs de kant van de weg zet. Uh, en die heb ik allemaal stuk voor stuk uh, van de, uh, de basis ontdaan. Het alle metaal wat eronder zat, uh, uitgeboord. En ik heb ze allemaal uh, in vormen gezet. En het is uh, geïnspireerd op uh, uh, een werk van Leonardo da Vinci, uh, Da Vinci Proporcionale. En uh, het is een polydron. En een polydron, ja, dat, dat heeft van die punten. Dus ja, ja dat paste die. En het, het is wel een heel mooi verhaal trouwens bij deze driehoeken. Deze driehoeken die, uh, zijn allemaal uit de jaren 40 tot nu. En ik heb ze verzameld. Uit allemaal kringloopwinkels. Uh, ja, ik kom uit Alkmaar maar in de straal van 50 kilometer. Dus ook hier in Lange Dijk ben ik in de kringloopwinkel geweest. Dan heb ik allemaal van die driehoeken meegenomen. En uh, dus uh, ja, ik, heb er, ik heb er heel veel op verzameld. En het leuke van die driehoek is dat je ook kan zien wat de kwaliteit is verschillen is in de loop van de jaren. Dus er zitten er een paar bij die echt van rood plastic zijn of geel, maar ook van metaal. En de ene gaat wel roesten, de andere niet. En ik heel... hij staat heel buiten eigenlijk. Nou, hij, hij stond buiten. Ja, hij heeft een jaar buiten gestaan. Hij staat nu bij mij uh, in stukken in de schuur. Oh. <laughs> dus hij, hij mag wel weer een nieuw plekje ergens. En uh, ja, maar daar Meukerijs. heb je weer dat woord wat in jouw kunstenaarschap zoveel. Uh, uh, betekenis voor jou heeft. En dat is de verbinding. Ja, klopt. Want we hebben elkaar allemaal nodig. Want in dit geval één driehoek eruit en de bol stort in. Ja. Klopt. Ja, hij is mooi. Oh, kijk naar de website. Of uh, Facebook staat hij ook op. Ja. Nog even de website: Esther Oké. Okay. Um. Ja, verbinding is natuurlijk iets wat helemaal door jouw werk heen uh, golft. Uh, noem nog eens iets waar het echt in uiting komt. Want dit vind ik, vind ik wel heel mooi. Die, uh, ja, ik heb, uh, ik heb nu een nieuw werk gemaakt. Dat komt straks uh, in uh, Museum Kranenburg te hangen. Hangen? Ja, het is hangend werk. Maar het, het, het uh, zweeft eigenlijk een beetje tegen de muur. Het is ook weer. Het is gemaakt van uh, uh, spiegel, bedrukt spiegel. En uh, het is een, een bepaalde vorm. Het is uh, bij de tentoonstelling Heilige Hokjes. Huisjes en uh, Heilige Huisjes. Hokje, hokjes en heilig Huisjes. Ik moest even, even denken. Ja, dat ja, is de volgorde. In. Ja. <laughs> dus uh, ik geloof april of zo. Ik weet niet meer precies. Maar binnenkort komt hij daar te hangen. En het is een soort as, um, plusvorm met ronde hoeken. En te zien is een soort figuur die gesluierd is... Uh, het idee daarachter is dat uh, wat je uh, als heilig huisje hebt, dat, ben je, dat bepaal je eigenlijk zelf. Hè? Wat jij als gesloten in, je, in jezelf houdt, wat je eigenlijk niet wil laten zien, dat bepaal je zelf. Dus vandaar dat ik een spiegel laat zien. Hm. Um, daarin zitten groeiringen van een boom. En die groeiringen die, uh, geven eigenlijk aan de, de fases waarin je dat ontwikkelt. He, dus het is een bepaalde manier waarin je ontwikkelt om, uh, om uh, tot zo'n idee te komen. En wat, waarom een gesluierde figuur? Omdat het een, een, een soort sluier is wat je voorhangt. Dat wat je niet wil laten zien, dat hou je voor je. Dus vandaar de sluier. Maar in andere, uh, uh, bij andere volkeren is het zo dat je een sluier draagt omdat dat je opgelegd wordt. Dat kan ook, ja. Dan heb je dus geen ruimte dus om deze, te kiezen. Dus in deze, het is wel leuk dat je dit zegt. Iedereen zit er iets anders in. En dat is prima. En dat vind ik ook juist heel erg goed. En daardoor ontstaat de discussie. En die discussie over het werk dat maakt dat het werk dan een goed werk is. Zo zie ik dat. Oké. Okay. Ja, dat, dat vind ik ook wel een goede um, Zoiets van hoe gaan we om met veranderingen en hoe verhouden we ons uh, hierdoor tot elkaar? Ja. Dat is ook iets wat steeds bij jou terugkomt. Ja. <coughs> heb jij ooit geschilderd? Uh, ja, sterker nog, ik heb schilderlessen gegeven. Oh, <laughs> drie ja. jaar. <laughs> maar ik heb zelf in die, in die periode eigenlijk geen schilderij gemaakt. Maar ik gaf het wel. Want wat, nou, wat is nou zo leuk aan het geven van schilderlessen? Schilderlessen is eigenlijk leren kijken. En dat leren kijken hoeft niet per se met schilderen. Kan ook met fotografie of iets anders. Dat is wat, wat ik, wat mijn ding is. Maar nou je het zegt. Ik heb een hele stapel papier in de la. <laughs> en die had ik dus ingekocht om mijn schilderles te geven. En toen kreeg ik corona. Dus ik, ik, ik moet gewoon eigenlijk zelf ook weer eens gaan schilderen. Ja. <laughs> maar past dat nog wel in jouw, uh, in jouw straatje? Want je bent een fotograaf. En dat is een hele andere materie. Ja. Um, je maakt uh, geweldige installaties en um, ingeleiste, uh, ook ingeleiste, uh, uh, ja, noem je dat dan, mixed. Oh ja, dat mixed was. media. Mixed media. Um, denk je dat je dan nog wel voldoening vindt in schilderen? Ik weet niet, misschien wel. Me nee, maar weet je, ik, meer ik, ja precies, ik, ik, ik heb nu ook weer een idee om een film te maken, dus waarom niet <laughs> wat geweldig waarom niet, waarom zou ik dat niet doen ja Kenneth, ik zei al bij het begin we hebben een duizend poot in huis uh, ja, ik moet je eerlijk zeggen oh, nou, ik, ik stel de vraag nog wel, maar ik geloof dat die overbodig is, heb je nog hobby's heb ik nog hobby's, ja wel <laughs> ja, ik hou van in dansen Oh, en dat vind ik echt zo leuk. Ik zit nu op Kizomba en oh nou echt, ik vind het zo lekker. Dat is tenminste heel wat anders. Nee, maar dat is ook verbinding. Maar dan verbinding heel lichamelijk. Ja. Maar met de muziek, als je dan samen danst, is er ook een soort verbinding waarin je dan je gaat samen op. En daar gebeurt iets magisch. En dat kan ik niet vertellen wat dat is. Dat moet je ervaren. Allemaal salsa dansen. Nou, of kizomba of uh, Leuk anders. dat je er was. Ja, dankjewel. Ja, en veel succes. Leuk dat ik er mocht zijn, dankjewel. Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.